Yo, Nintendo fans, welkom bij misschien wel een van de laatste Paper Mario video's. Want daar, om dat Bowser ding heen, zie je namelijk het groene lint. En dat is het laatste lint. Dus we zijn tegen het einde van de game aan het lopen. En ik heb er zin in. What a hell of a ride was dit. Wat een leuke game is Paper Mario The Origami King gebleken. Heb je al die vorige video's nog niet gekeken? Ga ze checken, want we zitten nu al bijna op aflevering 40. En Bowser Jr. die zegt, wacht even, ik heb een idee. Eén momentje graag. Oh, Kamek die heeft een idee. Het was niet Bowser Jr. Wat? Hallo, hallo. Attentie, attentie. Mede onderdanen van heer Bowser. Oh, gaat hij de hulp inroepen van al die gasten die hier zijn? De vuilsoldaten die de ingang bewaakten van Bowser's kasteel zijn opgerold. Nu is het tijd voor ons om op te staan. Begeef jullie allemaal naar het kasteel met Mario. Samen zullen we heer Bowser bevrijden en onze naam herstellen. We gaan dit gewoon met z'n allen doen. Voor Bowser! Nee joh, voor Piet! Oké dan! Oké, ook een beetje voor Piet. Een beetje dan. Ga jij maar hier zitten en dan doen we dit voor Bowser en voor Piet. Let's go! Yo, Kamek! Het was verkwikkend, zegt hij. Misschien moet ik heer Bowser vragen of ik de onderdanen vaker mag toespreken met motiverende speeches. Bowser Jr. zegt alleen, ja, daar hebben we geen tijd voor. We moeten vader nu redden! Ik ga naar binnen! Niemand houdt me tegen! Oké, Bowser Jr., tot straks! Kamek die zegt, ja, ik ben natuurlijk ook maar een nederige dienaar die constant wordt genegeerd, maar die het altijd bij het juiste eind heeft. Zucht! We doen dit met z'n allen, jongens. Oh ja hoor, Bowser's kasteel! Daar gaan we! Ik heb hier echt veel zin in. Super vet. Let's go. En Kamek die zegt, ja, we moeten wel goed opletten, want stikt hier ongetwijfeld van die gevouwen soldaten. Ze hebben zich vast op allerlei slimme plekken verstopt, van waaruit ze ongezien tevoorschijn kunnen springen. Wees op je hoede. Ja, dat gaat goed komen, jongens. Oh, Mario schrikt. En Kamek die zet even zijn bril goed. Kijk, ze vreten met z'n allen dan. Stelletje vreedzakken. Kamek zegt, de brutaliteit. Hier samenkomen voor een of ander openbaar feest. En ze gebruiken het beste servies van Bowser. Olivia die zegt, nou, dat klinkt eigenlijk best goed. Een feest. Na al dat baden, dan kan ik wel een feestje gebruiken. Bowser Jr. zegt, interesseert me allemaal niet. Ik wil gewoon vader gaan redden. Ja, hij vliegt er alweer vandoor. Het groene lint loopt inderdaad naar de eerste verdieping. Dus ze moeten boven zien te komen. Kamek. Oh, Kamek die roept ze nu toe. Die zegt, staak dit feest onmiddellijk. Ja, als je ze nou gewoon lekker laat gaan, dan hebben we ook geen last van ze. Kijk trouwens, die ene Spiny daar schuin achter Kamek. Die is gewoon aan het zuipen, jongen. Die zit daar een fles wijn leeg te zuipen. Een fles witte wijn. Oh, Kamek. Oh, nee. Oh, waarom doe je dit nou? Oh, dit is zo niet slim. Dit is zo niet slim, Kamek. Wat heb je nou gedaan? Yo! Daar komen alle gangsters aangerend. Oh snap, het wordt één ordinaire bar fight. Dit is wel nice. Kijk ze gaan, jongen. Kijk ze vechten met z'n allen. We moeten snel naar Bowser Jr. Ja, maar eerst ga ik wel even die blokjes pakken, hoor. Sowieso, ik ga eerst even die blokjes pakken hier. Kijk, hoppakee. Legendarische schoenen erbij, nice. Ik zag hier sowieso ook nog wat. Oh, ik versla ondertussen even een Shy Guy. Hoppakee, hier is nog een blokje. Ja, een legendarische hamer. Deze Goomba, die kunnen we vast ook wel even verslaan. Hoppakee. Moeten we gewoon al die enemies ook verslaan hier zo? Dat zou op zich wel lachen zijn. Misschien blijft het leger ons dan helpen. Kijk, hoppakee, die Koopa weg, nice. Misschien kan ik deze ook hoppakee. Ja, die verslaan we ook eventjes, nice. Ja, we kunnen ze gewoon allemaal pakken hoor. Hier, deze Goomba, hoppakee. Hoppakee, Koopa weg. What the flats. Oké, deze moeten we wel battelen. Maar Kamek is bij ons, dus dit gaat sowieso goed komen. Oh, wacht even, dit zijn er toch wel heel veel. Oh, zie je, ze komen ons helpen. Ze staan er met z'n allen op de battlefield. Dit is lachen. Ja, dit vind ik leuk. Go Mario. Hoppakee. Ja, we hebben er maar één verslagen, jammer genoeg. Pats, pats, pats. Lekker. Oké, Kamek, doe je ding. Doe je ding. Kijk, Kamek pakt ze gewoon allemaal. We werken gewoon keihard samen met de enemies, jongens. Oeh, we krijgen 1000 muntjes erbij van hem. Nice. Nu, Spinies. Glanzende ijzerschoenen. Hoppa. Die muziek is ook wel echt vet, hoor. Kijk, nog een keer 1000 muntjes. Kunnen we trouwens hier door deze deur heen? Nee, dit gaat niet. Oké, nu de andere helft van de zaal nog even. Oh, ze rennen gewoon allemaal weg. Ik dacht dat ze ons zouden helpen. Maar ze rennen gewoon allemaal weg, joh. Yo. Voor wat ben ik jullie dan aan het helpen? Ik denk ik help jullie allemaal uit de battle, zodat jullie ons ook kunnen helpen. Maar ze rennen gewoon weg op het moment dat ze nodig zijn. Alleen Kamek is een baas. Oké, nog een paar enemies te gaan.
Hoppa! Pak die Goomba! Yes! Oké, de onderkant van de eetzaal hebben we gefixt. Dan staan hier nu nog een paar enemietjes. Hoppa, die pakken we makkelijk. Deze moet ook wel lukken, denk ik. Oké, jammer. Eens even kijken of dit met een normale hamer lukt. Yes! Ja, hier hebben we wel ijzerschoenen voor nodig. En die gaan dan waarschijnlijk nu kapot, jongens. Maar ja, boeit niet. We hebben nogal meer schoenen. Hoppa! Oh, ze zijn er nog. Ze zijn nog niet kapot. Top. Hoppakee. En weer 1000 muntjes. Elke keer als we zo'n battle doen, dan krijgen we er 1000 muntjes voor terug. Dat is super chill. Wat zit hierin? Een paddenstoeltje. Nice. Even de gaten maken in Bowser's kasteel. Hier nog eentje. Hoppakee. Even Goomba aanpakken. Lekker. Even Shy Guy aanpakken. Hoppa! En dan nog deze dude. En daarvoor moeten we even in een battle. Kamek, doe jij het even finishen? Dankjewel, Kamekie. Hoppakee. En als het goed is krijgen we dan... Nou, we krijgen nu geen... Ja, we krijgen wel 1000 muntjes. En een paddenstoeltje. Lekker. Dan kunnen we nu naar boven. Want we hebben nu elke battle gedaan. We hebben iedereen geholpen hier beneden. Ik ben trots op mezelf. Gewoon enemies van Mario gewoon geholpen, hè? Want het maakt nu even niet meer uit. Want we moeten nu allemaal tegen de Origami King strijden. Het maakt niet uit wie we zijn. Of nou Mario, Kamek, Bowser Jr. Misschien zelfs wel Bowser zijn. We gaan dit gewoon even fixen. We gaan hier de trappetje op. En er staat Bowser Jr. Oh, die snapt het alleen niet, Bowser Jr. Hij zegt, ja, die deur die wil niet open. Kamek, jij moet de sleutel hebben. Geef op. En Kamek zegt, ja, volgens mij heb ik een reservesleutel, maar die heb ik niet bij me. Hij ligt in mijn slaapvertrek. Moeten we terug naar beneden? Via de rechte deur moeten we daar zien te komen. Ja, zo makkelijk als het leek, was het blijkbaar dus toch niet. Zouden die enemies ook de slaapkamer van Kamek hebben overgenomen naast de eetzaal? Oh, het ziet er in ieder geval wel echt allemaal verwoest uit. Kamek zegt, mijn kamer is aan de andere kant van al dit puin. We moeten een manier vinden om er langs te komen. Ja, dat gaat ons wel lukken, jongens. Hallo? Je hebt het tegen Paper Mario, hé? Als het Paper Mario niet lukt, dan lukt het niemand. Olivia, die wil wat doen aan dit grote... puinhoop, die zegt heel misschien dat een klein origami meisje haar kracht kan laten zien. Wat? Heb jij nog meer superpowers? Oh. Of misschien toch niet. Ik was even hoopvol dat Olivia een of andere superpower had die we nog niet kenden. Kamek die zegt, misschien heb ik iets wat van pas kan komen. The magic wand. Ja hoor. Ja, oh. Oh, lekker Kamek. Deze gast is echt nuttiger dan ik dacht. Oké, we moeten Kamek in ieder geval volgen. Hij gaat alvast lekker vooruit. Ik ga even dit gat eerst hier vullen. Even rustig aan. We willen gewoon wel al die dingetjes pakken natuurlijk. Hoppa. En dan, ja, nieuwe schoentjes erbij. Legendarische ijzerschoentjes erbij. We krijgen wel echt super goede schoenen de hele tijd. Ik ben benieuwd naar de battle straks, jongens. Volgens mij gaat die veel moeilijker worden dan dat we verwachten. De snippers zijn bijna op, maar hier ligt gelukkig nog een extra snipperzakkie. En dan gaan we Kamek volgen. Hij laat opnieuw zijn krachten zien. Dit is een koud kuntje voor Kamek. Lekker bezig, jongen. Hoppa. Nou, ik begin die Kamek wel te waarderen. Lekker bezig, jongen. Oh. Wat gebeurt er? Huh? Is die weggetoverd? Kamek! Jij stond hier achter die paal en opeens was je weg. Waar ben je? Is Olly hier, jongens? Is Olly hier? Olly is hier, hè? Ik vertrouw dit niet, hè? Ziet er wel vet uit met al die posters van Bowser, schilderijen en standbeelden van Goomba's en zo. En Olivia zegt, dit bevalt me helemaal niks. Laten we Kamek's kamer zoeken. Is dit Kamek's kamer? Ik weet niet, maar ik zie wel een paddenstoeltje daar. Kunnen we hier gewoon naar binnen? Oh, we kunnen gewoon naar binnen. Nice. Sowieso zijn hier ook weer enemies straks opeens, jongen. Even die paddenstoel pakken die hierachter ligt, hoor. Yes! En door. Oké, wiens kamer is dit? Ah, hier staat een kist. Maar ik zag ook een vijandelijke Koopa. Een vijandelijke Koopa's, die kunnen we wel hebben. Kan ik gewoon zo bovenop hem springen? Ah! Oh, we moeten dit nu natuurlijk zonder Kamek gaan doen. Die is opeens verdwenen. Dus dan mogen de Toads me even gaan helpen. Oh, ik heb de verkeerde schoenen gepakt. Ah, nee. Nee, en ik had nog een beurt. En dan druk ik weer de verkeerde knop. Oh, nee. Ik ben zenuwachtig nu Kamek er niet meer is. Dit gaat helemaal fout. Ze gaan me nu echt pijn doen, denk ik. Want ze leven gewoon allemaal nog. Dit wordt een probleem, jongens. Ja, dit was niet heel handig allemaal. Hopelijk gaat dit nu wel goed. Ja, top. En nu kan ik wel de glitterschoenen gebruiken. Hoppa. Yes. Yes. Lekker. Dan hebben we in ieder geval weer wat snippers erbij. En kunnen we dit kistje even openmaken. En hier zit in. Ja, de papiermaché chain jump. Die hebben we gewoon nooit verslagen, hè? Daar hebben we nooit tegen gebattled. Wacht even. Ik ben even benieuwd wat er gebeurt als ik hier tegen aansla. Nee, niks. Hier ook niet? Nee, helaas. Had gekund. Oh, dit is de kamer van Kamek. En daar staat het schilderij van Olly. Oh! Daar is Luigi! Luigi, ben je opgesloten? Oké, het schilderij van Olly komt naar beneden! Ja hoor! What is this nonsense? Ja! Hoppakee! Luigi, dude, waarom ben je hier nou weer opgesloten? Olivia is bang. Die zegt, er is iemand binnen daar. Misschien is het wel een spook. Nee, het is geen spook. Nee, kom nou. Oké, Olivia wil niet mee. Maar dit is gewoon Luigi. Brother!
What are you doing here? Yo! Luigi zegt, dit ruikt super lekker. Nu heb ik zin om een pizza te maken. Of een pasta. Of misschien pasta met pizza. Hij is weer fit, jongens. Yo, Luigi. Oh, hij heeft weer de sleutel van Peach Kasteel gevonden, jongens. Kijk eens. Ja hoor, de sleutel van Bowser's Kasteel, vriend. Jongen, je ziet toch ook wel dat dat niet de afbeelding van Peach is. Je ziet toch dat dat een eng monster is. En dat dat niet een prinses is, jongen. Oh, het is weer de verkeerde sleutel, Luigi. Maar het geeft niet. Deze sleutel hadden we ook weer nodig. Dus je hebt geholpen. Luigi zegt, ik geef niet op. De sleutel van Peach Kasteel moet ergens zijn. En ik ga hem vinden. En weg is hij weer. Oké. Okay. Olivia, heb je het gezien? Het was Luigi. Olivia zegt, de sleutel. Wat? Iemand heeft Olivia meegenomen. Wat? Dat was gewoon een spook. Het spookt hier wel. Nee, joh. Wie is hier binnen? Ik zie niks. Maar ik ga wel naar binnen. Hallo? Dit is de kamer van Hammer Bros. Hier moet wel iets zijn. Ik heb toch niet voor niks deze kamer gemaakt? Hallo? Iets? Iemand? Ja, zie je. Er is hier een verborgen blok. Ik wist het wel. Wacht, laat ik even de verborgen blokkenvinder aanzetten. Waar dan? Daar dan. Yes! Een hamer. Kunnen we dit gat ook nog vullen? Ja, ja, dit gaat net. Nice. Oké, we hebben 100% van de scheuren in Bowser's Kasteel. Lekker. We moeten die kist niet openmaken. Daar zit een enemy in. We moeten alleen achter die kist zijn. Want hij ligt hier gewoon achter. Kijk. Hoppa. Piet, ik heb je miniatuur gevonden. Heb je eindelijk iets goeds gedaan in deze game? Ben je nou tevreden, Piet? Nee. Je hebt ook altijd wat, hè? Ga maar weer lekker daar chillen. Yo, maar wat was dat spook, jongen? Olivia is gewoon gepakt. En Kamek, die is ook al weg. Ik ben benieuwd of Bowser Jr. daar nog staat op diezelfde plek. Ja, ik hoor weer wat. Komt het uit die schilderij? Wat is dit? Wat zijn dit voor Slendermans? Wat zijn dit nou weer? Yo, ze staan wel een beetje te flexen zo. Maar wat zijn dit voor vage enemies, man? Ik ga mijn glitterschoenen opmaken. Ik ga op een bakken springen. Let's go, Mario. 36... Oké, ze hebben flink wat HP'tjes blijkbaar. Maak het maar af met de normale schoenen dan. Let's go! Yep. Oké. Die eerste wave is weg. Eens even kijken wat die andere gasten gaan doen hoor. Jullie gaan allemaal achter elkaar staan. En dan... 8 damage geven. Losers. Eens even kijken of dit met de legendarische ijzerschoenen gaat lukken. Of we ze in één keer kunnen slopen. Anders is het zonde. Ja hoor, lekker. Daar gaan al die Slendermannetjes, jongens. Lekker bezig. Yo, maar deze komen gewoon uit die schilderijen dus. Niet oké. Okay. Oh, het zijn er nog meer. Oké. Waar gaan jullie naartoe? Misschien kan ik ze ontwijken. Wat is dit? Dit is een babyversie. Waarom ga ik precies het gevecht aan met deze gast? What? Toads, help, hoe moet dit? Oké. Die vouwt zichzelf op. Oké. Nou, doe maar weer met de legendarische schoenen, hoor. Hoppakee, ik wil er in één keer vanaf zijn van die gasten. Doei. Kan ik deze twee ontwijken dan? Go. Ga er langs. Lekker, Mario. Lekker, loop maar gewoon door. Wegwezen. Door de deur. Nee, iedereen is weg. Ook Bowser Jr. is weg. No way. Oh, hij zit ertussen. Oh, hij is door de deur heen. Maar het lijkt erop alsof hij door die deur getrokken werd... in plaats van dat hij er vrijwillig doorheen ging. We kunnen nog naar deze gang ook. Oké, dit ziet er ingewikkeld uit. Ik kan hier op deze knop slaan. Oh, dan moeten we hier al die laserstralen laten connecten met elkaar. Oké, dit lijkt de goede kant op te gaan, zo. Als deze nog... Ja, oké. Alleen deze moet dan nog ergens naar... Oh, dat lint zit nog in de weg. Dat lint moet eerst weg en dan kunnen we hier naartoe. Oké, goed. Ze staan in ieder geval al goed nu. Het enige probleem is dat lint. Oh, nee. Nee, niet nog meer enemies. Ja, oké. Jullie omsingelen mij? Ik kan jullie aan, jongen. Ik weet nu hoe dit moet, hè. Het is gewoon een kwestie van opvouwen zo. Hoppa. En dan deze ring zo. Ja hoor. Yes. Eens even kijken of dit gewoon met de glanzende ijzerschoentjes kan. Hoppakee, 32. Ja, alleen eentje heb ik 29. Oké, dat was ook voldoende. Top. Oh, er komt nog een golfie. Ah, kijk, als je ze doordraait. Ja, oké, dan vouwen ze zich nog een keer op. Dus dat is de truc. Moet je alleen wel even de goede kant op draaien. Dus ik denk als we nu deze kant op draaien, dan komen ze achter elkaar te staan. Juist, oké. Dan ben ik ook wel benieuwd of de normale schoenen gewoon voldoende zijn. Dat zou helemaal chill zijn. 21. Ja, dit is gewoon genoeg, joh. Ik hoef helemaal niet moeilijk te doen met speciale schoenen bij deze baby's. 1260 muntjes erbij. Lekker, man. Oké, willen jullie er vandoor? Dankjewel. Daag. Even wat
itempiece equippen. En dan mogen we de kamer in. Ja, wat gaat hier gebeuren, jongens? Bowser Jr. is meegenomen. En in de volgende aflevering gaan wij op zoek naar Bowser Jr. en gaan we hem helpen. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo, Pokémon en Paper Mario video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Ik heb zin in de volgende video. Ik hoop jij ook. Mazzel!